des transporteurs viennent dans un salon de ce type parce qu'ils sont à la recherche de solutions. Ils ont des choix importants à faire dans les prochains mois pour équiper leur flotte demain. Quel carburant utiliser, quelle marque utiliser. Et c'est vraiment l'occasion pour eux de découvrir différentes technologies. Parmi ces technologies, il y a le CNG, le GNL pour camions. Il y a déjà aujourd'hui plus de 40 000 camions GNL qui circulent sur les routes européennes, ce qui veut dire que c'est déjà une technologie bien ancrée dans les habitudes des transporteurs. Il y a différentes problématiques liées au prix actuellement, mais si on compare les avantages des différentes technologies, on se rend compte qu'aujourd'hui, les camions GNL offrent une solution abordable, pratique. Le réseau de stations est opérationnel, est en pleine expansion. Et on a aussi aujourd'hui des offres possibles de bio-CNG et de bio-GNL. Donc au fond, on arrive avec cette offre-là à décarboner le carburant. Cette offre-là a un avantage particulier tant pour les transporteurs que les clients, puisqu'ils atteignent ainsi leurs objectifs en matière de neutralité climatique. De hoge brandstofprijzen en de klimaatambities plaatsen de transportsector voor grote uitdagingen. Voor sectorfederatie Febitra is een diversificatie van de gebruikte brandstoffen een deel van de oplossing. Wij weten waar we naartoe moeten gaan. Dat is min 55% CO2 tegen 2030. Maar de weg er naartoe, die is nog bezaaid met tal van vraagtekens. Wat wij wel weten, is dat er verschillende mogelijkheden zijn. Elektriciteit, waterstof, biogassen. Maar naar welke mix we naartoe gaan en hoe Europa die gaat taxeren, dat blijft vandaag een groot vraagteken. Jet Logistics, een transport- en logistiekbedrijf uit Oudsbergen, investeerde begin dit jaar alvast in 22 nieuwe trucks die rijden op LNG. Dat was een bewuste keuze om de ecologische voetafdruk van het bedrijf kleiner te maken. Onze klandizie die vroeg ons om bewust bezig te zijn met CO2-uitstoot. Een jaar of 4, 5 geleden is er gekomen dat mensen ons vroegen om de CO2-uitstoot te registreren. De laatste 2 jaar merken we dat de klanten ook vragen om daar een actieplan tegen te zetten om echt te reduceren. Gezien de financiële steunpakketten die er werden aangeboden door verschillende overheden, is er een context ontstaan om via LNG zowel financieel bewust te zijn en toch de CO2-targets van onze klanten te bereiken. Dus wij als Jet Logistics zijn er wel bewust mee bezig om met alternatieve aandrijfleidingen die targets te blijven bereiken. Constructeurs van trucks werken volop aan de transitie naar duurzamer zwaar vervoer. Voor Volvo Trucks zijn LNG en bio-LNG daarin belangrijke pijlers. Voor Volvo Trucks is LNG een van de strategische keuzes ook voor de toekomst. Wij blijven erin geloven en zullen ons gamma trouwens uitbreiden naar meer mogelijkheden voor onze LNG-voertuigen. Daarnaast is het voor ons ook van wezenlijk belang om de overstap, de transitie te maken van fossiel naar bio-LNG. Want dat is echt de stap naar de zero emission. Ook Scania ziet potentieel in bio-LNG als brandstof voor trucks. Het lanceerde alvast een project om via bio-LNG de ecologische impact van zijn hele supply chain te verminderen. Scania heeft gevraagd aan zijn leveranciers om ook een bijdrage te doen aan de supply chain. Dus om zo duurzaam mogelijk transport te regelen. En dus Van der Poel is een van onze klanten die rijdt voor de fabrieken. Dus zij hebben nu een project met biomethaan, waarbij ze met een bio-LNG-mengeling eigenlijk enorme CO2-reducties kunnen presteren. Wij geloven bij Scania heel hard in LNG en ook zeker in bio-LNG als competitief alternatief voor dieselvoertuigen op de langere afstanden. Het is stiller, het is properder en het rijdt super comfortabel en actieradius is zo goed als hetzelfde bij diesel.